Natuurlijk, als bestaat niet in het voetbal. Maar wat als er geen problemen waren gekomen in het voorjaar bij de Go Ahead Eagles? Dan zat Joop Gal, de oefenmeester nu van FC Emmen, nog gewoon op de bank bij de thuisploeg. En had hij gejuicht voor de goal van Marnix Kolder, zijn spits. Want hij haalde Kolder naar de Adelaarshorst. Maar dat is niet het geval. Gal zit op de bank bij Emmen. Ziet zijn ploeg slecht verdedigen. Bakati is Houtkoop kwijt. En Houtkoop geeft Kolder een niet te missen kans. De Go Ahead Eagles op een 1-0 voorsprong. En het wordt al bijna 2-0. Wanneer Quincy Promes zomaar mag inschieten. Maar stuit op Peter van der Vlag. Maar opnieuw de formatie van nu. De coach Erik ten Hag. Hij kwam over van PSV. Houtkoop, ex-FC Emmen, schiet op de paal. En Emmen dan in de counter. En overtreding opnieuw van die Houtkoop. Goed schot van hem. Niemand van FC Emmen die hier iets aan had kunnen doen. Emmen ontsnapt dus. Staat nog altijd 1-0 bij rust. Tot dan toe Emmen te veel teruggetrokken op eigen helft. Maar het kruipt wat meer en meer uit haar schulp in de beginfase van de tweede helft. Met Skodran Mettai die weer een keer mag spelen. Dit is Wijnaert. Die mag ver komen. Weghorst terug van de schorsing. Weghorst moet misschien de bal terugleggen op Wijnaert. Weghorst is een spits. Gaat dus voor eigen succes. Stuit op Marsman. Want nieuw Emmen. Met Wijks. Wijks goed spelend de laatste weken. Legt terug op Mettai. En Mettai. Zo, wat doe je dit aardig. Een heerlijke goal van Skodran Mettai. Had vast niet gerekend aan het begin van de week dat hij zou gaan spelen. Maar het vertrek van de Visser, het noodgedwongen vertrek van de Visser en de ziekte bij Banning zorgen ervoor dat hij mag spelen. 1-1. En Kolder krijgt de kans voor de Eagles. Hij kopt naast, maar opnieuw aan de bal. Maar niks Kolder. Terugleggen op Promes. Promes haalt uit. En is deze bal niet houdbaar. Kolder legt terug. Promes haalt uit. Niemand valt ook aan. Maar dit lijkt me een houdbare bal. Of zit er toch een dwarrel in? Dit is in ieder geval FCM weer met Kai Velda. Die probeert het in de korte hoek. Maar kan Marsman niet verrassen. Wel een corner voor FCM. Dat natuurlijk wil jagen naar die gelijkmaker. Met eerst Van der Linden. Hij stuit nog op een directe tegenstander. Maar nu misschien in de nastoot nog de invaller Eldritz Royer. Hij kwam voor Al Mubaraki. Maar geen goal. Dan weer de thuisploeg. Met Van der Vlag die keert. Opnieuw de Eagles. Nu is het Promes. En weer Van der Vlag. Prima reddingen van de doelman die zijn fout dus weer een beetje goed maakt. Van der Linden gaat in de fout. Overname van de Eagles. De voorzet richting Houtkoop. Die moet deze bal natuurlijk maken. De voorzet kwam van Jairzinho Antonia. En natuurlijk weet Houtkoop dat hij hier de beslissing had moeten maken. Maar die beslissing is het dus nog niet. Emmen mag nog hopen, maar Emmen moet in de achteruit. Het is weer Van der Vlag die keert op het schot van Xander Houtkoop. En dan zitten we al in de slotminuten van de wedstrijd. Nog één keer FCM met de verre ingooi. Doorkoppen Weghorst. Dan Ter Heide. Wijks. Maar Wijks schiet in de handen van Marsman. Een unieke kans op een punt. Gaat zo verloren. Weer geen winst voor Emmen. Zelfs geen punt. Oktober geen winst. November geen winst. Emmen blijft voor laatste.